Vandaag ben ik op de kunstmarkt in Haaksbergen. Ik ben op zoek naar Patrice Sierhuis. Ik ga eventjes kijken, want ik zie het geloof ik al. Ik zie Patrice, kijken of ze nu dus wel eventjes tijd van ons heeft, want ik kan ze even uitleggen. Hi Patrice. Hi. Ik kom even bij je erachter als het goed is. Helemaal goed. Kom erbij. Oké. Wat zie ik hier allemaal? Hi meid. Hi. Hi. Nou ja, allemaal kleurpotlood. Kleurpotlood tekeningen. Ja, die ik allemaal gemaakt heb en waar ik nu workshops en cursussen in geef. Dus dit heb je allemaal met kleurpotlood gemaakt? Ja, gewoon de huistuin- en keukenkleurpotlood. En dan is het gewoon een kwestie van laag over laag over laag om zo'n heel vet effect te krijgen. En doe je dat uit je hoofd of doe je dat van een voorbeeld af? Nee, ja. Ik heb hier een voorbeeld, deze. Okay. En dan maak ik hier een schets van en uiteindelijk kleur je het in, zeg maar, op die manier. En dat meet je allemaal uit, dat je zegt van het is een op schaal van, of niet? Je verzint de grootte, hoe groot je hem wil hebben en op die schaal schets je hem erin. Ja. Dat de verhouding natuurlijk allemaal klopt, dat is natuurlijk logisch. Ja. Want het is dus zoals ik dus namelijk zie, ik zie hier dus dat het een beetje roestig is, een beetje verroestig is. Ja. Hier dus ook allemaal. Ja. En hoe meng je dat? Hoe doe je dat? Want de potlood is natuurlijk hard, stevig. Je hebt zachte potloden, maar dit is dus denk ik wat makkelijker als je verf hebt. En dan ga je dat de kleuren mengen. Ja. Hoe doe jij dat dan? Bijvoorbeeld dit kannetje hier. Ja. Als ik hier naar kijk, dan denk ik dat is geel. En dan denk ik, dat is deze potlood. Oké. En dan heb ik zo'n papiertje met perforatiegaten. Dan ga ik met deze kleur langs zo'n gat. En die hou ik hier op. En dan denk ik, van is het die kleur? Oké. Dan denk ik, nee, het is die kleur helemaal niet. Oké. Ik denk wel dat het geel is, maar het is dus helemaal geen geel. Dan denk ik, van, dit lijkt meer op groen. Dus ik pak een groen potlood. En dan doe ik die ernaast. Dan denk ik van ja. Die komt beter in de buurt. Deze komt beter in de buurt. Ja. Dus dan weet ik nu de kleur. Het is deze kleur. En dan kijk ik hier en dan denk ik van ja, dit is dus helemaal groenig. Ja. Dus dan maak ik dat hier zo groenig erin. En uiteindelijk gaat daar geel overheen. Je laat hem langzamerhand inlopen, doorlopen naar het geel. En dat 10 keer over elkaar. 10 keer over elkaar. 10 keer over elkaar. Dus uiteindelijk dit kannetje. Dat is niet 1 keer gekleurd, maar dat is echt 10 keer gekleurd. En even een vraag, waarom 10 keer of waarom 7 keer? Omdat de meeste mensen, als ze kleuren ze zo en dan is dit klaar. Ja. Maar ik vind dit niet mooi zo. Hij is niet vol. Ja, want hier, nu kan je zien, dit is kleurpotlood. Ja. En ik wil dat je niet kan zien dat het kleurpotlood is. Dus ik wil het foto-effect. Dus dat is bij deze. En eigenlijk bij allemaal wel. Ja. Dat is meer foto-effect dan dat het kleurpotlood is. Daarom juist. Het is gewoon fantastisch. Ja. En bestond dit al? Of zeg je van... Ja, ik zit op Facebook. Ik zie het wel eens langskomen. Okay. Het bestaat wel, ja. Okay. Ja. Maar het is nu ook een hype met kleuren. Die kleurboeken die je overal koopt in winkels. Mm-hmm. En cursussen had ik nog niet gezien. Je geeft ook cursussen? Dus ik geef nu cursussen en workshops daarin. Zo. Ja. Zo. En ben je dus sinds kort begonnen daarmee of zo? Of heb je dan een cursus gestart? Of zeg je van... September. September ga je dus de eerste cursus? September gaat het allemaal beginnen, ja. Okay. Dus mensen kunnen het nu nog volgen op Facebook. Ja. En dan kan je aanmelden via de mail als je meer informatie wil. En in september begint het dus. Fantastisch. Ja. En voor hoeveel mensen heb je eventueel plaats als men dat leuk zou vinden? Want dit is wel erg werk, dan moet je wel secuur dus bezig zijn. Dus ook wel veel geduld moeten hebben, denk ik. Het zijn groepen van maximaal 8 personen. 8 personen? Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Dus. Ja. En is het dan zo dat je dan voor het materiaal zorgt en voor de potloden zorgt of voor wat dan ook? Ja, ik heb gewoon alles heb ik. Ik heb alle merken potloden die er bestaan. Ik zeg ook tegen mensen, van, koop niks. Kom gewoon eerst bij mij, probeer uit wat jou ligt. Want dit zijn hele goedkope kleurpotloden, werkt ook heel goed. Ja. Maar dit zijn weer hele dure. Ja. En dan kan je zien wat jou ligt bijvoorbeeld. Ja. Dit is heel vet, heel cremig. Ja. Is voor dit mengen heel erg geschikt. Ja, maar, want het is voller. Ja,
wil je zo'n oog doen in zo'n hagedis, dan wil je weer een potlood hebben die niet vet is. Die strak is. Ja, die heel strak is. Ja. Dus dan heb je een drogere potlood zeg maar nodig. Ja. Goh, geweldig. Ja. Even terug te komen over dus de cursussen. Is dat 's avonds, is het overdag of is dat... Nou, ik heb het nu overdag. Mijn man die heeft een... Die doet Dennis Sierhuis. Die schildert al. Die schildert en die geeft tekenlessen. Ik wil zeggen van degene of wat dan ook, maar dat kan natuurlijk niet. Ja. Nee, die geeft dus al lessen. Dus wij hebben een leslokaal aan huis. Ja. En hij heeft elke avond het leslokaal in gebruik. Dus ik kan daar 's avonds niet in. Dus nu zijn mijn cursussen overdag. Maar we zijn bezig om nog een ruimte te creëren, zodat ik ook 's avonds inderdaad lessen kan geven. Oké. Ja. En dan komen er in de toekomst komen er ook workshops die de hele dag duren. Hele dag? Ja, omdat ik ook veel mensen heb op Facebook die van ver af moeten komen. Ja, en die hebben zoiets van zo'n 3-daagse workshop. Dat is te veel gedoe, dat doe je niet. Ja. Dus dan kunnen ze gewoon een dag op en neer komen en dan krijgen ze gewoon een lunch en alles erbij. Leuk. En dan aan het eind van de dag gaan ze gewoon, het zal de helft van deze tekening zijn. Maakt niet uit. Daar kunnen ze dus mee verder. En dan zou je eventueel een vervolg iets kunnen geven dat je zegt van één keer in de zoveel tijd, dan kom je bij elkaar. Ja, want met dat clubload is het gewoon zo. Je moet gewoon een aantal dingen weten. Ik bedoel, dit is een hulpmiddel, weten veel mensen niet. Die denken er niet over na. Nou, want ik dacht, waarom dus die gaatjes erin? Ja, maar dat is logisch, dus, want dan zie je namelijk de kleur van wat je dus hebt. Ja, en net als zo'n kiwi, die witte puntjes erin, die maak je erin met een elektrisch gummetje. Elektrisch gummetje? Ja, dat is gewoon, dit is gewoon een gum. Ja, batterijtje. Ja, batterijtje, dat draait rond. Ah, ik kan het wel even op een stukje laten zien. Heel graag. Kijk, als je hier dus zeg maar een vlak hebt en je wil daar een glimmertje in, dan doe je gewoon met een gum. Doe je. Oh, geweldig. Dus ja, dat zijn gewoon dingetjes geweldig. Als je dat weet. Dat geeft wel meteen weer het wauw-effect, zeg maar. Ja. En dat geeft ook weer dat speelse, hè, dat echte. Ja. Want als je zo kijkt, dus, hè, zoals je dus hier hebt gedaan, je ziet eigenlijk lijkt net of je dus namelijk een glans ook ziet, hè? Ja. Dat het glimt, want ik weet ook dat het dus in het echt ook wel, dat er een glans dus ook al zit. Ja. Maar het is gewoon fantastisch. Ja. En dat geef je hier dus ook allemaal in. Ja. Prachtig. We gaan nu eventjes naar het bijzondere item, want daar is het natuurlijk ook weer tijd voor. Martin, ik geloof dat je nog ons iets schuldig bent. Ja? Dat klopt, ja. Van het schilderijtje, hè? Ja, dat mooie schilderijtje. Dacht dat ik prachtige geschilderd was. Schilderijtje. Oké. Okay. Ja, dat schilderijtje is geschilderd op ivoor. Dat is het antwoord. Het is een prachtig schilderijtje en een geweldige kwaliteit. En de winnaar of de winnares, die staat onder in beeld, die krijgt 2 vrijkaartjes van het MBS-spoor. Dank je wel. We gaan meteen over naar het volgende item. Ja, we gaan eens even gelijk wat anders erbij pakken. Ja. Dat is een iets groter item. En dat is een leuk item van koper. En mijn vraag is, wat is dit eigenlijk? Waarvoor wordt dit voor gebruikt? En wat houdt het eigenlijk in dit apparaat? Wacht. Het is nog zwaar Het is behoorlijk zwaar. Ja. En behoorlijk op leeftijd. Ja. En zit er iets in of zo? Er zit inderdaad iets in, alleen ik laat het nu niet zien, anders dan is het te makkelijk voor de kijker. Niet doen. Nee, het moet een uitdaging blijven. Oké. Okay. Dus ik ben benieuwd. Je kunt uw mailtje sturen naar claire@rtvsternet.nl. Ik zie dit hele mooie grote doek achter je. Ik heb ook zo'n beetje dus bekeken. Ik zie ook allemaal de vakjes. En volgens mij had je ook dus met chocolaatjes of bonbonnetjes. Dat zijn ook chocolaatjes natuurlijk. Of koekjes. Ja. Vertel eens. Hoe dat ontstaan is. Ja, ja. Graag. Het is begonnen met die tekening, die vlinder. Is. Deze bovenste. Okay. Die foto heb ik van Facebook afgehaald. En die was leuk om te doen omdat het eigenlijk vakjes zijn.
Als je er goed naar kijkt. Vleugel is een vakje, één blad kan je als vakje zien. Dus dat is heel leuk om te kleuren op die manier. Dus is het eigenlijk dat je zegt van op dit stukje zou bij wijze van spreken 4 of 6 vakjes? Precies, ja. Oké. Ja, zo moet je het ook in je hoofd zien. Want als je het totaal plaatje ziet, heb ik zoiets van, oh, kan ik nooit. Nee, dat is niet te overzien. Ja, dat is niet te overzien. Toen had ik hem af. Toen zag ik op het internet dat heel veel mensen die vlinder geverfd hebben. Of met olieverf, of met aquarel, of noem het maar op. Dus die vlinder die komt continu terug. Okay. En dat vond ik niet leuk. Yeah. Ik had zoiets, ik wil iets maken wat echt alleen van mij is. Yeah. En toen had ik zoiets van, ja, vakjes, wat heb je nog meer allemaal in vakjes zitten? Dus ik praktiseren en doen het. Toen kwam ik dus op chocola. Dus ik heb een... doos chocola gekocht, die vond ik te saai. Heb ik alle chocola eruit gegooid. Ik ben alle banketbakkers van Haaksbergen afgeweest voor chocola. Ah, geweldig. En uiteindelijk heb ik mijn eigen doosje gemaakt en daar een foto van genomen. En dat is deze geworden. En dan zie ik hier dus een kleine pak. Ik hier ja, die staat ook op de folder. Klopt. Oké. Maar dit lijkt gewoon een foto. Ja. Dit lijkt echt gewoon een foto. En dat ik dat zo zie. En hoe heb je dat dan gedaan? Dan heb je dat op tafel gedaan? Of dan heb je dat allemaal met de puntjes, de dingetjes? En... Nee, ik heb dus een foto ervan gemaakt. En uiteindelijk schets je hem op papier. Dus eigenlijk hetzelfde wat ik hier gedaan heb met die kannetjes. Dat is ook gewoon geschetst. Ja, en dat heb ik uiteindelijk met die chocolaatjes gedaan. Alleen met de hele moeilijke chocolaatjes. Die heb ik op ware grootte uitgeprint en daarnaast gelegd, anders kreeg ik het niet voor elkaar. Kijk, dit kannetje hoef ik niet op deze grootte te hebben, want dat kan ik zo wel zien. Ja. Maar zo'n chocolaatje met folie, nou, daar kom je gewoon echt niet uit gewoon. Nee. Dus hier heb ik alleen dit stukje op ware grootte van hoe het moest zijn, uitgeprint, ja, daarnaast gelegd en gewoon heel goed kijken elke keer. Maar je ziet ook echt het marsepein. Hè? Het is ook echt dat je denkt, van je moet erop als je erop drukt, dan voel je de zachtigheid van de marsepein, bij wijze van spreken. Ja. Nou, het is gewoon geweldig wat je dus wat je doet. En ik heel erg leuk, heel erg kleurrijk. En ja best wel. Heb jij ons nog wat meer te vertellen? Is het dus dat je zegt van, ik hou het dus bij de schilderij? Of kunnen we je ook... op een gegeven moment dat je zegt van misschien dat ik nog wel andere dingen neem om iets te schilderen of wat dan ook. Heb je dingen in je hoofd dat je denkt van dat wil ik ook nog wel eens een keertje. Je bent hier natuurlijk nieuw mee bezig. Ja. Je gaat dit opstarten. Ja. En heb je dat je zegt van ik wil daar dus mijn energie dus in stoppen om voor die workshops. Ja. Daar wil ik helemaal mee in stoppen. En ook dus heel erg leuk dus met een lunch en wat dan ook. Ja. En, maar dit is dus... toch wel, daar ben je wel een hele tijd mee bezig, hè, met dit, hè, om dit zo te krijgen. Ja, ben je wel even mee bezig, om dit voor elkaar te krijgen. Ja. Want dit is wel heel erg moeilijk, lijkt mij. Maar prachtig. Ja. Heel erg mooi. Ja, om een beetje een indicatie te geven, deze chocola, deze, die had ik in 1,5 uur erop staan. Maar, ik denk deze of zo. Nee, die is ook vrij makkelijk, maar die met folie... Ja, daar ben ik gewoon 3 dagen mee bezig gewoon. Waarom? Omdat je, als je dit folie hebt en je hebt zeg maar alleen die folie, je ziet alleen dit. Ja. Zo. Meestal doe ik dit in het echt ook zo, om het makkelijker te maken. Ja. Dit krijg ik er nooit af, op. Dus wat doe ik dan? Dan maak ik het heel klein en dan begin ik dus met 1 hoekje. Maar als je met 1 hoekje begint... Het is folie, je ziet niet wat je aan het doen bent. Je hoofd zegt heel iets anders dan... op dat papier. Eigenlijk hetzelfde als met dat je denkt dat dit geel is terwijl het groen is. Ja. Dus je moet je hele tijd, nee, niet doen wat je denkt, maar doen wat je ziet. En dat is de clue dus. Dus dan begin ik met een heel klein hoekje. Ja, en dan denk ik van, nou, dit is het echt niet. Maar gewoon stug doorgaan en dan weer een stukje erbij pakken. En zo doe ik uiteindelijk die hele bonbon en dan gewoon ook gewoon een dag laten liggen. Ja. En dan de volgende dag op een afstand zetten en dan ernaar kijken. Ja. En dan, zo krijg je hem er uiteindelijk toch op. En dan dus maal zoveel, want hoeveel staan er in een doos? Ik heb, 24. Ik heb ze niet geteld. Ik heb ze tellen. Alleen opgegeten. Meen je dat? Meen je dat echt? Nou, ik had zoiets van, dat is wel leuk, die chocola, als om die erbij te leggen, die doos.
als die tekening af is, net als nu, dan leg ik die doos chocolade voor. Ja. Ik denk, ja, maar ik deed zo lang over die tekening. Ik denk, ja, bij de tijd dat het af is, dan is die chocola niet goed meer. Jawel, en ook natuurlijk, je mag jezelf ook wel belonen, hè? Nog wel even ervoor, hè? Ja, best wel, dat mag dat is gelukt. Wel. Ja, best wel. Ja. Mag ik je heel erg bedanken voor dit hele leuke gesprek. En ik hoop dat je heel veel plezier dus hebt met de workshop wat je krijgt. En ik hoop dat er heel veel mensen dus die dat ook dus een poging willen doen. En dat zal misschien niet meteen lukken. En dat denk ik ook wel niet. Maar weet ik je kan ze aardig dus, op weg helpen. Dat dacht ik ook. Ja. Patrice, geweldig. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Ja, oké. Okay.